Daar is hij hoor. De wielrenner van het jaar, want ik mag het verklappen bij deze. Wauw. Namens Club 48 en het publiek. Deze is voor jou, de Gerrit Schulte trofee. Dankjewel. Hij is speciaal in goud gemaakt dit jaar vanwege jouw 2 Olympische titels. Oh, dat is wel heel gaaf. Mooi. En 3 wereldtitels en Europese kampioenschappen en Track Champions League. Ja, dankjewel. Hij is voor jou, eindelijk is hij voor jou. Eindelijk. Kon men er niet anders na dat jaar? Ja, ik ben er heel blij mee. Inderdaad, ik heb een heel goed jaar gehad natuurlijk. Maar het is toch wat leuk zoiets. Waarom jij deze prijs hebt gekregen is voor ons evident. Maar we gaan graag met jou terugblikken op dat succesvolle jaar. En kom mee naar onze mobiele studio in jouw thuis, eigenlijk in Apeldoorn. Mooi voor het Omnisport. Nou, precies. Leuk. Ga je mee? Ja. Harry, daar staat hij in deze studio. De Gerrit Schulte trofee. Je verslaat Nick Kieman, Tom Dumoulin, Mathieu van der Poel en vele anderen. Is het de optimale waardering misschien wel voor het baanwielrennen? Ja, zeker. Ik had eigenlijk nooit verwacht om als baanwielrenner de wielrennerprijs te winnen. Eigenlijk. Waarom niet eigenlijk? Dat is een bescheidenheid van een baanwielrenner misschien. Ja, de wielrensport is toch wel heel groot in Nederland. Je hebt ook zoveel wielrenners. Ik vind het een eer. Ik vind het juist heel mooi. En het is alleen maar mooi eigenlijk. Ja, en mooi dat we hem kunnen geven op de parking van jouw huis. Want dit is een overdreven groot huis waar jij eigenlijk iedere dag voor blijft, hè, in het Omnisport in Apeldoorn. Ja, ik train hier eigenlijk dagelijks. Zowel de krachttronk als op de baan. En dat is een mooie plek hier. Dit is een mooie plek, vinden wij ook. Het was natuurlijk een waanzinnig succesvol jaar. Eigenlijk kan het haast niet beter. Of kon het nog ergens nog beter? Ik heb natuurlijk wel altijd kleine dingetjes, maar nee, dit was een droom en dit jaar is gewoon super geweest. Het is perfect. Winnaar van de Track Champions League, meervoudig Europees kampioen, meervoudig wereldkampioen, Olympisch kampioen, tweevoudig. Maar voor een deel ook individueel, maar ook weer een teamprestatie. Hoe belangrijk is dat team voor jou? Het team is heel belangrijk. We trainen als team eigenlijk naar de wedstrijden toe. En konden we als kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja. En dat wisten we al heel lang. Dus echt 4 jaar, het is 5 jaar geworden, waar we eigenlijk voor die teams gingen aan het trainen om in Tokio goed te zijn. Aha. En ik denk dat ook de kracht is geweest van ons team. En daardoor kunnen we eigenlijk individueel goed presteren. En als het team goed draait en de sfeer is goed, presteer je ook beter? Ja, zeker. En hoe knap is het dat je in een team waar je ook concurrenten bent en collega's toch zo goed met elkaar kan omgaan? Ja, dat is heel bijzonder. Voor ons lijkt het misschien, wij denken altijd zelf van het is niet zo bijzonder, we doen het elke dag. Maar ja, je hoort wel heel vaak van anderen natuurlijk wel hoe gek het eigenlijk klinkt en is. Maar voor ons is het heel normaal. Wij zien elkaar elke dag en we kunnen goed met elkaar trainen. We weten dat we er beter van worden en het is gewoon gezellig op een training. Dus wij weten niet beter. En gezellig leidt dan tot goud. We gaan terug naar Tokio, naar de teamsprint. Het was al heel snel al bekeken, dus van alle spanning die we dit jaar hebben gezien bij jullie, was dit de minst spannende. Ja, eigenlijk is het bijna jammer zeg maar, dat je dan zo'n finale hebt, vind ik. Want ja, ik weet nog goed toen ik afstuurde. Dan kijk je heel snel om, kun je de tijden zien, maar toen zag ik inderdaad de Britten uit elkaar. Dus, handjes van het stuur, je kon al zwaaien. Maar dat was een beetje heel gek, want ik was helemaal niet focus en ik was helemaal in spanning. En dan kijk je en dan, het is klaar, we hebben gewonnen. En dat besef was toen heel gek, weet ik nog. Maar er zat zo'n hoge spanning op. En op het moment dat het lukte, dat was een ontlading, maar het was ook een soort van opluchting van het is gelukt. Want ja, we waren die grote favoriet al. Al 3 jaar ongeslagen, 4 jaar misschien. Ja. Dus dan, die druk was zo hoog daar. Maar ja, dat is natuurlijk een super moment. Ook nu ik het terug zie, dan krijg ik toch wel kippenvel. Kippenvel ja. Zelfs. Ja. Dan neem ik je mee individueel. Misschien eerst naar het WK in Roubaix. Kan je overal mee toenemen. Je hebt overal gewonnen. Maar we gaan even naar het WK in Roubaix. Dan gaan we naar de Keirin, waar je op de Spelen natuurlijk ook brons haalde. Ja. Was dat voor jou al een bewijs van, oké, ook op dit onderdeel is er veel voor mij te halen? Ik was natuurlijk in 2020 was ik ook wereldkampioen geworden bij Keirin. Vanaf dat moment wist ik wel, ik ga gewoon voor alle 3 de onderdelen. Ik wil eigenlijk niks meer laten liggen. Ik wil gewoon telkens voor alle 3 gaan en zoveel mogelijk winnen. Voelde brons in Tokio laten liggen? Lastig. Nee, dat is het verbeterpunt. Als ik er nu op terugkijk, ben ik daar heel blij mee. Ik had daar een heel zwaar toernooi en ik was überhaupt eigenlijk heel blij dat ik in de finale zat in de Keirin. Maar op dat moment zelf baalde ik daar flink van. Ja, natuurlijk ook de manier, ik weet niet of je nog weet hoe de finale ging. Jason Kenny rijdt weg en ik kon er eigenlijk niks aan doen. Ja. Ja, daar baalde ik toen echt van. Maar achteraf ben ik super blij dat ik gewoon 3 medailles heb kunnen halen. Dat ik er überhaupt in de finale zat, was mooi. Ja,
Ja, dan denk je op zo'n WK, denk je wel van, dan moet ik even rechtzetten. Moeten we even laten zien dat ik dit ook kan winnen. Dit is niet rechtzetten, dit is gênant bijna. Waar slaat dit op, Harry Lavrijzen? Ik voelde me die week heel goed op het WK. En, ik had een paar tactieken in mijn hoofd zitten en ik denk, ik wil gewoon zeker zijn. Ik ga gewoon op kop rijden. Ik dacht die dag, ik kan het. Dus ik ging, uiteindelijk heb ik 2,5 ronden op kop gereden. Je zou bijna denken dat ik hem aantrek voor Jeffrey, maar dat was niet mijn bedoeling. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dacht je niet van, oeh, het is wel heel vroeg hier. Ja, zeker. Maar ik baalde zelfs eigenlijk dat Jeffrey op 1 zat. Dus die zou dan in mijn wiel terechtkomen. Ik denk, nou, ik ga het nog steeds doen. Ik ga uit van mijn eigen kracht. En ja. Ik voelde me die dag echt sterk. En ja, ik was heel blij dat het gewoon lukte. En dat gaf een heel goed gevoel van dat ik dit volhoud en dat dit lukt. Dat was heel mooi. Dit is bizar zelfs. Dan neem ik je toch nog één keer terug naar Tokio. Naar de individuele sprint. Heeft dat ook voor jou dan toch de meeste waarde stiekem? Maar op dat kun je alleen maar jezelf op afrekenen. Ja, ik denk als ik naar afgelopen jaar kijk, dan was de individuele sprint in Tokio misschien wel het mooiste. Het is het inderdaad, je hebt dan 1-1. Je staat dan toch echt... Ik vind winnen met team is echt heel mooi en daar trainen we heel lang als team voor. Je kunt het met team vieren, dat is heel mooi. Ja. Win je dan individueel, ook tegen je teamgenoot, en dan sta je er in je eentje. Dus dat voelt soms ook een beetje alleen, maar dat maakt misschien je overwinning toch wel weer iets mooier natuurlijk. Dus dat was het hoogtepunt van het jaar? Ja, vind ik wel. Wat voel je daar? Ja, op dat moment was heel veel pijn. Ja. We hadden toen 3 ritten de derde rit die kwam denk ik binnen 20 minuten na de tweede rit. En we hadden echt 2 super mooie ritten gereden. Echt bizar wat er allemaal gebeurd is. Heel vaak van kop gewisseld. Echt tactisch super mooie finales op de Olympische Spelen. Nou, die derde rit waren we allebei helemaal gesloopt. En ik zie het ook aan de manier van hoe we op die fiets zitten. Het ziet er eigenlijk niet meer uit. Dus maar reden we bijna een seconde slomer in die laatste 200 meter. Ja, dat zegt natuurlijk wel hoe uitgeput we waren. En toen ik over de streep was, ik wilde juichen, ik wou me sturen, ik wou mijn handen in de lucht doen, maar ik durfde het niet eens. Ik denk, dan val ik. En je wilt niet als Olympisch kampioen meteen vallen, zeg maar. Hè? Ik had niks meer onder controle en ja, ik was natuurlijk super blij. Maar dat was ik ben er nooit zo kapot geweest. Nou. Ja, dat is wel de ultieme beloning geweest. Ja, zeker. Ja. Goud voor helemaal kapot zitten. Moet ook wel misschien wel. Harry, wat rest nu nog eigenlijk? Want iedereen zegt natuurlijk van ja, oké, we gaan naar Parijs. Dat is over 3 jaar al. Maar ja, je bent wereldkampioen, meervoudig, Europees kampioen, Track Champions League, Olympische titels. En wat wil je nog? Die trofee heb je ook. Ook mooi. Ik heb natuurlijk super jaar gehad. En het is natuurlijk nu heel gek om nu al vooruit te kijken, wat wil ik nog meer? Maar ik ben nog niet klaar. Ik ben nog heel jong. Ik denk nog steeds beter te kunnen worden en ik wil mezelf ook verbeteren. Ik heb natuurlijk niet 3 keer goud kunnen halen op de Spelen, dus die droom die is er nog steeds. En daar ga ik voor in Parijs. Supermooi. Nog 1 trofee die je misschien nog kan winnen dit jaar is Sportman van het jaar. Maar je hebt wel concurrentie van een man die best wel snel in een auto is. Ja, behoorlijk. Ja, ja. Kun je er ook van genieten trouwens of niet? Zeker, zeker. En ik zat ook te kijken. Ik vond het helemaal... Ja, het was eigenlijk een saaie wedstrijd tot de laatste ronde, maar heel mooi. Ik ben bang dat ik ga in ieder geval niet echt een speech voorbereiden, want ik ben bang dat ik daar niet heel veel kans op maak. Maar heel veel afbreuk aan je seizoen zal het niet doen? Nee, zeker niet. Het wordt niet mooier dan dit. Nee. Gefeliciteerd wielrenner van het jaar, pak hem erbij. Zal ongetwijfeld een mooie plek krijgen bij al die andere trofeeën. Bewaar je die trouwens in een kast? Ik heb mijn WK-shirts, die heb ik mooi in de gang hangen. Ik heb eigenlijk verder al mijn prijzen of medailles nog niet echt een plek gegeven. Nou, deze krijgen wel een mooi plekje natuurlijk. Ja, dat is mooi. Voor onder de kerstboom onder andere. Bijvoorbeeld. Fijne feestdagen ook. En heel veel succes in het komende jaar. Dankjewel.